Giovanni van Bronckhorst, kijkend naar buiten, het is helemaal wit. Heb je je toch een beetje kunnen voorbereiden op complex 1908 vandaag voor die wedstrijd? Ja, we hebben ons kunnen voorbereiden. Niet optimaal. De velden waren natuurlijk wit. We hadden personeel wel alles aan gedaan om het veld enigszins sneeuwvrij te maken. Dus we hebben eigenlijk om een kwart veld kunnen trainen. Maar dat is het enige. We hebben ons voor de rest wel goed kunnen voorbereiden voor morgen. Hoe is je groep er mentaal aan toe na die nederlaag, of die klap in Zwolle? Nou, goed. Nu goed. Het is natuurlijk wel even een klap dat je verliest. De eerste wedstrijd na de winterstop. Alleen de volgende wedstrijd staat alweer voor de deur morgen. En we kunnen wel... natuurlijk met het verlies zijn we goed omgegaan in de zin dat we het goed hebben kunnen analyseren. En dat meenemen naar morgen. En ook weer een kans om er wel te staan dan. Wat is de conclusie geweest van die nederlaag? Want jullie waren buiten Haps misschien wel op volle oorlogsterkte. Doet het dan extra pijn dat je verliest? Ik bedoel, er zijn andere nederlagen geweest waar aanwijsbare redenen waren. Maar nu had je eigenlijk iedereen aan boord. Ja, klopt. Ik denk dat wij eigenlijk maar een deel van de eerste helft hebben gevoetbald echt. De manier waarop we kunnen. En daar ook de kansen hebben gekregen om op voorsprong te komen. Die kansen hebben we niet gepakt. En dan wordt het minder, met name de tweede helft wordt het steeds minder. En dan komen we als team uit elkaar te vallen. Staan we niet meer met één gedachte op het veld. Worden de linies te groot. En dan wordt het moeilijk voetballen. Spelen we vooral tegen onszelf. En geven de tegenstander te veel kansen. Ja, wat opviel, na afloop in een interview pakte je Jeremiah Justen aan. Dat zijn we niet zo van je gewend. Meestal bescherm je spelers, maar je was duidelijk over hem. Waar kwam dat vandaan dat je dat dit keer toch een beetje via de media liet doorschemeren? Nou, ik pakte hem. De vraag was puur persoonlijk. Dus dan is het altijd moeilijk om in het algemeen te antwoorden. Maar ik vond niet alleen Jeremiah in dat opzicht minder spelen dan we gewend zijn. Ik denk dat we als team niet opereerden. Maar ook Jerry had daar problemen mee. En het is niet zo dat we verliezen door het persoonlijk spelen of de persoonlijke bijdrage van Jerry. Dat heeft natuurlijk met heel veel dingen te maken. Dus het was niet gericht persoonlijk. De vraag was wel persoonlijk, maar mijn antwoord daarin denk ik ook wel algemeen. Ik bevestigde dat hij moeite had in de wedstrijd en dat hij niet alert was. En niet op bepaalde momenten niet alert genoeg was. Dat is heel wat anders dan als ongeïnteresseerd. Ongeïnteresseerd is op het veld staan en eigenlijk niet op het veld willen staan. En dat was niet het geval. Alleen we weten dat we daar met Jerry... dat hij daar momenten dat hij af en toe niet alert genoeg is. Niet alleen de afgelopen wedstrijd, maar daar zijn we met hem bezig, omdat dat een verbeterpunt voor hem is. En alleen vond ik dat in de afgelopen wedstrijd wat vaker dan normaal. En dat is iets waar hij aan moet werken. Daar zijn we ook met hem bezig om dat te verbeteren. En dat is voor hem zaak om dat ook in de toekomst veel beter te gaan doen dan afgelopen zaterdag. Maar ongeïnteresseerd is zij niet mij worden. Ga je nog andere spelers erop zetten ten opzichte van die wedstrijd van zondag, van zaterdag? Ik denk dat we met name anders op het veld moeten staan als team. Dat het allerbelangrijkste is. Heb je iedereen aan boord? Ja. Buiten. Behalve Justen. Ja. Jullie hebben natuurlijk een maand geleden tegen Fortuna gespeeld. Ja. Oké, toen waren er wel wat meer spelers afwezig. Maar neem je nog wat uit die wedstrijd mee in je aanloop naar deze wedstrijd? Ja, tuurlijk. Dat is de laatste keer dat we tegen ze gespeeld hebben. We hebben inderdaad andere spelers beschikbaar ten opzichte van die wedstrijd. Maar ik denk dat Fortuna hier met dezelfde intentie zal komen. En ik denk dat wij daar vooral heel goed mee moeten omgaan hoe zij ons willen bespelen. Ik denk dat we in die wedstrijd met name een heel goed begin hadden. Alleen dat werd ook in die wedstrijd minder. Met name de ruimtes op het middenveld werden te groot. En dat moeten we morgen voorkomen. En ik denk dat wij daar anders zullen staan dan anderhalf maand geleden. Tot slot, ja, de komende twee wedstrijden zijn zo belangrijk en die gaan ook wel de teneur, denk ik, bepalen, hè, met Ajax en Fortuna. Dus kortom, echt een hele belangrijke week. Ga je nog echt iets speciaals doen nu als trainer om je groep daarvan te doordringen? Zijn wel eens trainers die dan misschien juist extra veel meer rust of een filmpje kijken of iets? Heb je iets filmpje in petto? Ja. Er zijn natuurlijk een aantal manieren. Ik moet zeggen dat ik daar wel in het verleden gebruik van heb gemaakt, van filmpjes.
uiteindelijk moet de boodschap overkomen aan bij de groep. En dat kan op een aantal manieren.